Afgelopen zondag 30 juni spraken we over de Heilige Geest. Een topbelangrijk onderwerp in deze tijd. Niet door jouw kracht of door jouw geweld, door jouw opleiding, door jouw inspanning, door jouw bekwaamheden, zegt God, zullen dingen gebeuren. Maar door mijn geest die in jou is en door jou heen zal werken, zullen krachtige en machtige en geweldige dingen gaan gebeuren. En Jezus sprak tot de discipelen, daar hebben we over gesproken, dat zij moesten wachten in Jeruzalem, want hij zou de belofte van de Vader, de Heilige Geest, gaan uitstorten, gaan geven. De belofte, de kracht, de persoon, de Heilige Geest. En ze waren nog maar net gewend aan het feit dat er blijkbaar niet één God was, maar dat er plotseling twee waren, Jezus de Zoon van God. En dan begon Jezus ook al onderwijs te geven over een Heilige Geest, dat was nummer 3. En dat is het mysterie, een drie-eenheid. Er is maar één God, maar het zijn 3 personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Enfin, dat was dus allemaal hartstikke nieuw. En dan zegt Jezus ook nog in Marcus 16, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. En dan komen een aantal dingen en dan zegt hij, en ze zullen in nieuwe tongen spreken. Wat is nou weer nieuwe tongen? Wat betekent dat nou? En dan plotseling breekt die dag aan, de Pinksterdag, ten volle. En dan verschijnt er vuur op hun lichamen. Niet alleen op hun hoofd, maar op hun lichamen. Er is eerst een wind die van heel ver lijkt te komen. Althans, het geluid ervan. En er komt steeds dichterbij en steeds dichterbij en steeds dichterbij. En dan wordt daar plotseling de Heilige Geest uitgestort. En ze beginnen als door de Heilige Geest te spreken in nieuwe tongen. Iets wat ze nog nooit eerder hadden gedaan. Iets wat ze niet kenden. Iets wat ze niet van tevoren ooit eens hebben geleerd of gehoord. Of wat in het Oude Testament duidelijk vermeld staat. En zo, zegt Jezus, zal het ook zijn in de tijd waar jullie nu leven. En er zijn diverse profeten die erover spreken. Dat Jezus ongekende dingen gaat doen. Dat de Heilige Geest ongekende dingen zal gaan doen op deze aarde. En ongekend betekent, we kennen het niet, we weten het niet. En als iets heel nieuws gebeurt, hebben wij de neiging om het af te wijzen, te zeggen, nee, dit kan niet van God zijn. Maar God roept ons op om ons voor te bereiden over de machtige grote daden die hij gaat doen. Een opwekking in de kerk en een opwekking buiten de kerk. En een van de dingen die ik merk als voorbereiding die Jezus heeft gegeven is een stuk onderwijs. Maar onderwijs alleen doet het niet. Want we missen de ervaring. En als de ervaring komt, dan zal het compleet nieuw zijn. Dan zal het nog steeds iets heel nieuws zijn. Maar Jezus zegt nog iets anders. Hij zegt tegen de discipelen, wacht in Jeruzalem. Blijf wachten totdat de Heilige Geest wordt uitgestort. En wat doen de discipelen? Ze wachten en ze bidden. En ik denk dat hier een belangrijke sleutel ligt. We moeten gehoorzaam zijn aan de instructies die Jezus geeft. Ook als ze nergens op lijken te slaan. Dat we gehoorzaam zijn op de instructies die Jezus ons geeft. En dat we bidden. Daarom blijft gebed onze topprioriteit voor de samenkomst op zondag, maar ook op donderdagavonden. Blijf de gebed een topprioriteit, ook in jouw persoonlijk gebedsleven, om God te zoeken. En ondertussen te blijven wachten en verwachten dat hij het onmogelijke gaat doen, het onvoorstelbare gaat doen, het over de top fantastische gaat doen. Hij gaat een machtige beweging geven. En praat hier eens met elkaar over verder. Praat met elkaar verder. Wat betekent dat nou eigenlijk? Niet door jouw kracht of door jouw geweldige inspanningen, maar door mijn geest. Wat betekent dat nou in de praktijk? Deel daar met elkaar over. Bemoedig elkaar en ga samen ook bidden. En de Heilige Geest uitnodigen. Heer, we willen meer, we willen meer, we willen meer van u. In Jezus' naam, wees gezegend.